Hey Blokky Gamers, welkom bij een video waar ik aan de ene kant heel erg benieuwd naar ben, maar aan de andere kant hoop ik ook niet zo heel veel van. Het is al wat ouder, ik weet het, maar ik wou het toch zelf ook een keertje proberen. Ik heb mijn camera eventjes iets anders gezet zoals je ziet. Je ziet nu echt alleen mijn hoofd. Maar ik heb hier een zakje. Een doosje moet ik zeggen. En kijkers die gisteren een video van farming hebben gekeken, die weten wel waar het om gaat. De Bean Boost Challenge. Ik hou er niet van. Oh, ik zie je. Oh, ik hou hier zo niet van. Maar ik wil het wel proberen. Ik heb hier een kopje. Mocht die heel smerig zijn. Ik heb hier een fles water. En dan gaan we gewoon kijken. We gaan namelijk de High and Low game spelen. Ik bedoel gewoon classic. En dan moeten we dus kiezen of Broadband. Of dat Memento een hogere rang heeft dan Broadband. Ik ken ze alle twee niet. Dit lijkt mij een film. En als ik dus fout heb, dan gaan we een jellybean nemen. Dus we gaan even zelf zien. Dit is eventjes, we doen eventjes drie oefenrondes. En ik denk dat dit high is. Oké, dat hadden we dus goed gehad. Memento met Charlie Hebdo. Charlie Hebdo is denk ik wel heel hoog. Nee, nou deze had ik dus fout. Dus dan had ik dus in principe een boon moeten nemen. We hebben 12 Monkeys and Friends. Nou, Friends is volgens mij die serie, dus ik denk dat dat hoger is. Veel op alle hoger. 2,7 miljoen. Edward Snowden is minder. Yes. Yes. Edward Snowden in 550.000 en Marathon. Ik denk dat daar toch best wel heel veel mensen maandelijks naar zoeken. Denk ik. We doen hoger. Nee! Ik ga hem eventjes een beetje schudden. En dan pak ik dus één boon uit. En het is een gele. Of een witte. Kun je zo goed zien. En een... Ja, wat is het? Het is waarschijnlijk of kokosnoot of bedorven melk. Nou, ben benieuwd. Is bedorven melk. Oh, daar staat nog wat op. Achtung. Dat was dus bedorven melk. Oké. Play again. Ik heb heel die smaak. Zo, we zijn er weer. Nintendo Switch is veel hoger. Dat is 11 miljoen. 11 miljoen. Jouwe. Epic Red Battles. Ik denk dat dat minder is. Want 11 miljoen is heel hoog, hoor. Ja, hebben we goed. Epic Rap Battles vergeleken met Xi Jinping. Wie is Xi Jinping? Ik denk dat het hoger is. Een of andere president. Hebben we goed. Xi Ping, Universal Pictures. Nou, dat is voor iedereen logisch. Dat is... Oh. Gaan we weer. We hebben... Oh, wacht even. Ik krijg er allemaal verschillende. Eentje. Oh, we hebben er weer zo één. Weer een witte. Weer een witte. Nou, ben benieuwd. Ik hou trouwens ook niet zoveel kokosnoten. Dit is wel lekker. Dit is heel zoet. Karamel popcorn misschien? Boterpopcorn of karamel popcorn? Phew.
Dit is wat het ergste. Maar in ieder geval, dat heb ik nog niet verteld. We kunnen dus bedorven melk krijgen, verschimmelde kaas, korts, snot, stinkende sokken, dode vis, stinkende spree, verrot ei, gemaaide gras en hondenvoer kunnen we krijgen. Nou, we hebben maar 3 punten, dat is niet veel. Jammer, ja. Steven Spielberg, die is veel horen. Dat is logisch natuurlijk, hè. Steven Spielberg over de Burger King. Wat zou... Oeh, dit is wel een lastige. Burger King. Welke zou hoger zijn? Ik denk dat Burger King hoger is. Want dat is... Weet ik ook niet. 6 miljoen. Veel hoger. Gelukkig maar. Poor. Lower. Leeg. Zoek er niemand na. Batman Begins. Dat is wel hoger dan poor. Ja hoor. Marihuana. Veel horen. Mensen die willen dat proberen. Precies, 1 miljoen ook, hè. Maandelijks zoeken 1 miljoen mensen dus naar marihuana. Zlatan Ibrahimovic. Ik denk dat dat minder is. Yes. Yes, het richt wel buiten trouwens. Cartoons is denk ik horen. Oh, gelijk. Teenage Pregnant. Die is veel horen. No! We hebben wel 7 punten gescoord. 7 punten gescoord. Nou, daar gaan we weer. Waar ik heel erg bang voor ben, is de... Het hondenvoer. Daar zit ik absoluut niet op te wachten. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik heb trouwens nog farming aan staan. Oh, we hebben een groene. Maar wat voor groene? Met of zonder spikkeltjes? Zonder spikkeltjes. Dus ze hebben of limoen of gemaaid gras. Nou, ben benieuwd. Is gemaaid gras. Is niet zo heel vies. De gemaaid gras, het is niet zo heel vies. Maar het is niet smakelijk. Absoluut niet. Absoluut niet. Nou, laten we verder gaan spelen. Macheus of Edward Snowden. Die hebben we net ook al gehad, die Edward Snowden. Hoger, denk ik. Mooi. Dit was dus gemaaid gras, dus dat was niet zo heel erg. Ik ben zo bang voor hondenvoer. Woman Rights, veel hoger. Niet dus. Oh, dan gaan we weer. Ik wil niet bruin, please. Zeg maar niet bruin, please. Een witte. Alweer een witte. Zonder spikkeltjes. Dat is of kokosnoot of bedorven melk. Alweer. En weer bedorven melk. Nee, dit was kokosnoot. Dit was niet bedorven melk, dit was kokosnoot. Maar daar was het ook echt kokosnoot. Ik hou niet van kokosnoot, ik vind dat niet lekker. Goed. We hebben Vespa of the Wuthering Heights. Wat is Wuthering Heights dan? Geen idee. Geen idee. Maar ik denk minder. Nou, ik goed. Yay. Albert Einstein, dat is logisch. Dat is veel hoger. Albert Einstein, Texas Rangers. Veel lager. Albert Einstein is een hele bekende man. Ga ik anders naar zoeken. Texas Rangers, ik denk dat Pippel hoger is. 30,4 miljoen mensen. Hey, Oculus Rift heb ik ook gehad. Veel minder. Veel minder. Niemand komt over 30,4 miljoen maandelijks. Wie is Boris Becker dan? Kent iemand Boris Becker? Ik ken geen Boris Becker. Ik ken geen Boris Becker. Maar ik denk minder. Yay, goed. Breast implants. Ik denk hoger. Oh, ik ben zo bang voor de bruine, hè. Oh, daar heb ik zo geen zin in.
We hebben een oranje met spikkeltjes. Dus dat kan... Oh, nee. Maar het is best lastig te zien. Er zitten spikkeltjes op. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Er zitten spikkeltjes op. Ja, dat kun je wel zien. Kijk, er zitten spikkeltjes op. De camera even focust. Er zitten in ieder geval spikkeltjes op. Kijk, als je nu kijkt, er zitten spikkeltjes op. En dat kan dus... korts, persik, dode vis of aardbei banaan smoothie. Maar het ergste is, ze hebben ook niks geen geur. Dus je moet echt bijten voordat je überhaupt wat proeft. Oh, alsjeblieft, laat het geen korts zijn. Het is korts. Oh, die dode vis. Dode vis. Dode vis. Oh, dat is zo vies. Dode vis. Weet je waar het naar smaakt? Jullie kennen wel als jij een vlieg elektrocuteert. Ja? Een vlieg die elektrocuteert. Die stank wat er vanaf komt, dat proef ik. Precies dat. Oh, wat vies. Oh. We doen er nog eentje. Ik hoop zo niet op hondenvoer, jongen. Oh, die dode vis was echt goor. Geocaching is horen. Nintendo Switch is horen. Hebben we net ook al gehad, maar goed. Baldmiro Orles, minder. Fallout 4. Oh, dat is nog wel een dingetje. Ik denk best wel hoog. Joa, precies een miljoen. Rakuten. Minder dan een miljoen. Oh, gelijk. Oh, nou. Heb weer geluk gehad. David Blaine. Wie is David Blaine? Geen idee, maar ik denk minder. Yay! 201.000 keer bezocht. Ralf Logan. Oh, knap wichtje. Dat is behoorlijk. Dat is een knap wichtje. Ja, joh. 2,2 miljoen. Ja, joh. Ralf Logan tegenover There Will Be Blood. Minder. Kan niet anders. Knap wichtje trouwens. There Will Be Blood. 175 is een Moscow Mule. Ik denk minder. Fout! Nou, de laatste voor vandaag. Ik ga even goed shaken. Oh, ik hoop zo niet op te bruinen. Het is een bruine. Nee. Dat kan dus... Of hondenvoer. Of is dit zwart? Dit kan dus of hondenvoer zijn of chocoladepudding. Chocoladepudding. Oh my god. Phew! Maar wel heel erg chocoladepudding hoor. Wel heel sterk. Nou, chocoladepudding. Maar echt heel sterk. Kijk, als ik nu op camera doe, hoe staat mijn camera er dan uit? Ja, netjes. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb de 3 uitgespuugd. Hopelijk willen jullie lekker liken deze video. Zou ik super tof vinden. Misschien heb ik nog wel gevolg komen met iemand anders. Dat ik het niet alleen doe, maar met iemand anders. Maar dan vraag ik wel lekker wat likes. Zou ik super tof vinden. Het is leuk om te doen. Maar ja. Je moet even houden. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En graag tot de volgende keer. Kalm!